Vrijdagavond speelde NEC de uitwedstrijd in Emmen en het verloor met 1-0. Na de wedstrijd spraken we met Pepijn Leinders en Arnoud Groeneveld. Pepijn, wat is je visie op de wedstrijd vanavond? Pijnlijke. Ja. Ja, we missen niet goed genoeg aan de bal. Geen verrassing gecreëerd. En dan zonder bal proberen we druk te krijgen. En op het moment dat we het echt duels kunnen spelen, spelen ze niet. Dus simpel. Arnoud, fijn dat je er weer bent. Maar je had je rentree anders voorgesteld. Ik denk dat als je tegen Emmen speelt, dat je het wel moet winnen. Ja. Hoe is het met je? Ja, met mij persoonlijk gaat het goed. Alleen ik denk dat het verliezen toch wel terugkomen overschaduwt. Ja. Is het totale off day dan vandaag? We komen vroeg op voorsprong, wat gewoon niet meehelpt natuurlijk. En daarna moet je op zoek. Hun hebben vorige week natuurlijk Fortuna hetzelfde gedaan. En we komen er dan niet doorheen. We krijgen niet de mogelijkheden die we graag willen. Of de spelers in situaties waar ze echt goed in zijn. Dus 1 tegen 1 aan de zijkant of iemand vrij tussen de linies. En ja, dat is gewoon verliezen te vaak de bal. Ja, ook simpel. Gewoon ballen die we... Ja, over 4-5 meter. Ja, die we gewoon... Ja, die we echt snel kunnen... Ja, waar we kunnen versnellen, missen we. En, en dan loop je tegen dit soort nederlagen aan. Dan ga je naar België. Dan wordt er gezegd dat je pas in maart terug bent. Ja. Wat is er in de tussentijd gebeurd? Ik ben daar met fysiotherapeut en specialist aan de slag geweest. Mijn rust gepakt. Hersteltraining gedaan, krachttraining, specifieke training. En zodoende is het... Eigenlijk heel goed weggegaan. Ja. En nu slinkt de achterstand nou niet direct, wel met Emmen. De concurrentie verliest ook. Je had echt een uitstekende slag kunnen slaan vanavond. Dus iedereen is zich daarvan bewust, denk ik. Ja, tuurlijk. Ik bedoel, dat is het eerste waar je naar kijkt na afloop van de wedstrijd. Dus ja, het is positief dat de tegenstanders ook verloren hebben. Alleen, we hebben er niet optimaal van geprofiteerd. Nee. Dan probeert nog Van Bank. Leeft nog bijna de 1-1 op in de 94e minuut met Braken. Ja, we wisselen natuurlijk heel opportunistisch. Ja. We gaan echt met twee spitsen, met Kevin erachter, met Jari. Natuurlijk, voor Anna de Moment die niet de hele wedstrijd kunnen spelen. Dus ja, je moet ook wisselen, maar je probeert dan wel om met Riemann achterin iets te forceren. En dan hoop je dat die bal een keer goed valt. Die valt goed, 2-3 keer denk ik. In ieder geval dat je iets kunt doen. Ene keer levert dat vrije tafel op, andere keer 2-3 corners en kopbal natuurlijk zwemmen. Maar niet goed genoeg. Nee. Punt.